Opgepast, blijven zitten alsjeblieft. Welkom bij Kermispraat, onze allereerste gast Corrie Konings. Corrie, hoe is het? Ja, met mij hartstikke goed. Ja. Ja, de kermis over geweest? Ja, ik ben al de kermis over geweest en er staan leuke dingen natuurlijk. Hè? Ja, ja. Ja, ook al eens geweest? Ja, nog niet. Nee, ik heb wel een keer ooit in de katapult gezeten. Heb ik Tilburg ondersteboven gezien, maar dat doe ik nu niet meer. Ben je kermisganger? Oh, ik vind het wel leuk, ja, om even lekker de kermis over te lopen en even lekker wat te drinken. Het is altijd wel gezellig. Maar ja. Ga je ook overal in de attracties? Vind je nou, nee. Als er een nieuwe attractie is, dan moet je in geweest zijn? Nee, zo zit ik niet in elkaar. Nee, dat hoeft niet. Ja, je hebt wel mensen die dat echt willen, hè? Ja. Ja. Nou ja, dat moet er ook wezen, hè? Ja, dat is ook zo. Jij treedt ook op, hè, tijdens de kermis hier. Ja, bij Royke, ja. Bij Royke, ja. Leuk. Ja, dus zondagavond. Ja. Ja, gezellig, toch? Ja. En jullie hebben net natuurlijk de clip over opgenomen. Daar zijn we vanmiddag de kermis opgegaan met Corrie, ja. Inderdaad. Ja. Een heel leuke clip. En die komt natuurlijk later in de uitzending. Wat vond je ervan? Ja, was hartstikke leuk. Dat was voor mij vandaag een makkie. Dus thuiswedstrijd? Ook nog eens. En nou, we moesten het nou niet moeilijk doen, goed vasthouden of zo, dat we helemaal in elkaar geschud willen. Nee, dat niet. Nee. We hebben het niet al te wild gemaakt. Nee. Ja. Maar dat is ook je niet met gespaard. Het warme weer. Je hebt je gespaard, ja. Ja, inderdaad. Je hebt iets heel leuks meegemaakt, een paar weken geleden, want je dochter is getrouwd. Ja, ja. Groot feest. Het was een heel groot feest, ja. Mooi. Enorm, gezellig, het was een superdag. Ja. Genoten. Ja, iedereen heeft genoten. De familie, vrienden, kennissen. Ja, vooral natuurlijk Wouter en Sharon. Ja, die hebben het helemaal te gek gevonden. Ja, yes. Ja, ze zagen er alle twee geweldig uit. En goed weer getroffen? Ja, een beetje regen. Oh, dat is iets minder natuurlijk. Ja, toen ze de kerk uitkwamen, werd er even gezegd, nou, het gaat nu regenen. Dus ja, het begon ook te gieten. Maar ze hebben een paraplu, hè. Dus, en er zijn ook nog leuke foto's meegemaakt. Ja. Ja, nou, was natuurlijk wel mooi. Nou, een hele tijd geleden was het in het nieuws dat je eigenlijk een beetje van de troon gestoten was. Van die nummer 1. Oh ja, notering. Van de Because I'm Happy. Hoe heet hij alweer? Pharrell Williams. Pharrell, ja. Ja, ik moet altijd aan een vis denken dan. Wordt moeilijk, toen je het horen kreeg? Nee, helemaal niet. Nee, ik vind dat zo'n leuk liedje, zo'n vrolijk liedje. Iedereen vindt dat geweldig. De hele wereld, die kent dat nummer. En ja, dan is het toch gewoon normaal dat ik dan verstoten word. Nou ja, en het is sowieso al een hele eer als je zo lang... 44 jaar heb ik... Die naam mag dragen. Heb ik het op mijn naam gehad. Dus nou mocht het wel een keer gebeuren dat ik dat moest afgeven. En verdiend heeft hij dat ook. Wie weet, pak je hem binnenkort terug met een nieuwe single. Want er komt een nieuwe single aan. Als dat zou kunnen, dat is niet gek. Ja. Er komt een nieuwe single aan. Wanneer komt die uit? 1 augustus komt een nieuwe single uit, ja. Okay. En dan komt de clip natuurlijk naar Omroep Tilburg, hè? Nou, ik weet nog niet hoe we dat gaan opnemen, maar... misschien weer op de kermis praten. Dat komt ook in voor van, ik stort met jou met een parachute. Maar ja, dan denk ik, dan moeten we uit het vliegtuig springen. Dus ja, dat is een volgende uitdaging. Dat is wel een uitdaging, ja. Nee, maar het is wel een hartstikke te gek liedje. Morgen komt alles weer goed. Nee, morgen, ik zit in de war met een ander liedje. Maar je hebt er zo veel hits, zoveel nummers. Ja, joh. Is het allemaal nog wel te onderscheiden? De teksten, want ik bedoel, je moet het toch allemaal een nog wel, nog wel, ja. Je studeert het in en dan op een gegeven moment, eigenlijk neem je het toch wel mee, hoor. Als je al inzingen bent, dan ken je het eigenlijk al ver van buiten. Je zit natuurlijk al heel lang in het vak, dus dat komt vanzelf wel goed in, toch? En we gaan nog heel veel van je horen. Ja, zeer zeker. Zeer zeker, oké. Okay. Ja, morgen is alles weer heel anders. Nou kom ik in één keer de kermisclip. En dan morgen bij Royke Donders. Ja. En ga je nog meer doen op de kermis? Nee, verder eigenlijk niet. Niet deze keer, nee. Soms ben ik wel eens even bij de radio nog. Het kan best zijn dat ik even binnenloop of zo. Als ik iemand bekend zie of zo. Maar verder is het lekker rustig. Ja.